plaats. En dus de winnaar van de Mini Ram Jam 2015 is geworden Wouter de Jong! Red Lightning! Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Welkom bij iBoardcast, de Nederlandse action sports video podcast. Ik ben de host, Johnny 13. Ik zit hier met Thomas. Thomas, what's up? Ja, what's up Johnny? Zitten we weer? Ja, zitten we weer? We hebben de laatste jaren regelmatig zo of een interviewtje gehad of een aankondiging en veel events samen meegemaakt. Ja. Vorig jaar wat minder, maar ik denk dat we dit jaar wel weer elkaar vaker gaan zien. Ja, daar ben ik ook wel bang voor. Hey, maar volgens mij is dit het koudste skateboard evenement van het jaar. Ja, het is wel koud. Voorheen was het nog wel kouder. We hebben dit jaar een iets lichtere winter gelukkig. Maar het is het verleden wel goed koud geweest hier. Kijk, de jongens zijn aan het skaten, dus zo koud is het niet. Maar als je te kijken, dan kan het wel wat kouder zijn, ja. Wat zijn de verdere plannen van Skateland dit jaar? Er zijn een aantal dingen op de agenda, heb ik al gehoord. Ja, ik kan je bij deze de primeur geven. Zoals het nu naar uitziet, wordt het 25 april City Battle voor de skateboarders. We hadden eind november, of november 2013... hadden we nog de City Battle. In 2014 was het plan om hem terug te laten komen, maar qua tijdgebrek en ook niet de juiste partners weten te vinden, zeg maar, hebben we hem toch een jaartje uitgesteld. En nu ziet het er goed uit en hebben we toch het idee dat het moet gaan lukken eind april. Schrijf het in je agenda, alle skateboarders. 25 april, de City Battle. Hij komt weer terug. Okay. En 15 jaar Skateland. Ja, nou eigenlijk zijn we daar een klein beetje al voorbij, maar we gaan het dit jaar is het plan om het te gaan vieren. Dat kan een weekend gaan worden of misschien verschillende evenementen, maar daar komt binnenkort wel wat meer informatie over vrij. We zijn bezig ook te kijken of de pro-riders kunnen komen, zodat we echt leuke sessies gaan hebben met een mooi feestje eigenlijk om het te vieren. Er komen dit jaar in samenwerking met Skatestore hebben we, als ik het goed zeg, 4-5 skate nights. Die zijn vorig jaar niet geweest en die pakken we dit jaar weer op en we krijgen gewoon weer een aantal gezellige skate nights. Waarschijnlijk met een barbecue erbij, verschillende thema's gaan we eraan koppelen. Gewoon weer echt gewoon gezellig, zaterdagavond, alleen skateboarders, super gezellig. Teenage Riot, oktober dit jaar komt de Teenage Riot weer aan. En daar zijn we ook weer stoked over dat die weer in Skateland is en dat die weer georganiseerd wordt natuurlijk. Wat is de website? Voor de City Battle, skateland.nl/citybattle. Skateland.nl, daar vind je alle info voor alle events. Maar we zitten tegenwoordig ook op Instagram, skateland010. En natuurlijk op Facebook, facebook.com/skatelandrotterdam. Oké, dat was voor deze Fitcast. Wil je meer informatie over deze Fitcast? Ga naar www.iboardcast.com. Daar vind je ook alle linkjes naar Skateland, naar de Instagram. Abonneer je even op de YouTube, op het YouTube-kanaal. Geef even een duimpje. En volgende keer ben ik er weer. Muscle!